Welkom bij Rijnmond Nieuws. Dit is een overzicht van het belangrijkste nieuws van dit moment. Het staat buiten kijf dat we eventuele schade die mensen op hebben gelopen, dat we die zullen vergoeden. Hier neem ik een appel. Daar zit het ook op. En hier kan het ook heel goed zien, waarom. We zijn super opgelucht dat vandaag het vonnis uitgesproken is dat we per direct weer open mogen. Daar zijn we heel blij mee. Bij Esso in de Botlek heeft gisteravond brand gewoed in een fabriek waar benzinecomponenten worden verwerkt. De brand brak uit rond 9:30. Niemand raakte gewond, maar in de buurt was wel veel overlast en dat betreurt het bedrijf. We betreuren ten zeerste dat er overlast is geweest voor de omwonenden. Vooral ook door de licht, het lawaai van de flare en de brand, directe omgeving. En we weten ook dat door de roetdeeltjes die vooral onder andere uit de brand met de schoorsteen zijn gekomen, tot overlast zorgen in bepaalde delen van de gemeente Nissewaard, waaronder Abbebroek en Zuidland. En we zijn proactief met de gemeente Nissewaard nu bezig om te kijken wat die overlast precies is en hoe we kunnen helpen. Het staat buiten kijf dat we eventuele schade die mensen op hebben gelopen, dat we die zullen vergoeden. Dan heb je natuurlijk klein leed en groter leed in dat opzicht. Ik las mensen met reacties die zeiden, ja, mijn auto moet naar de wasstraat. Kan ik dat dan ook laten vergoeden? Als de auto vies is geworden door dit incident, ja, absoluut. Met de communicatie tijdens de brand ging het nodige mis. Zo was de website van de veiligheidsregio langere tijd onbereikbaar. Mensen hebben steeds meer behoefte aan informatie. Als je een incident hebt en het valt wel mee, dan willen ze ook graag proactief door de hulpdiensten worden geïnformeerd. Ja, dat is een nieuwe ontwikkeling die we eigenlijk niet kenden. Daar is ook de crisiswebsite op zich wel op ingericht. Maar als hele grote groepen mensen dat nu willen, plus de komst van NN Alert heel recent, waardoor je toch heel veel mensen blijkbaar naar je website krijgt, ja, dan moeten wij die website gaan upgraden. En dat moeten we nu ook gaan doen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een verkennend onderzoek begonnen naar de brand. Inmiddels is uit metingen van de DCMR duidelijk geworden dat in de roetdeeltjes geen zware metalen of chemische verbindingen zitten. Hier in de omgeving van Abbebroek zie je de roetdeeltjes na de grote brand bij Esso eigenlijk overal. Op auto's, hier op het water en op groente en fruit. Fruitteler René Pille loopt somber door zijn appelboomgaard in Abbebroek. Hij vreest voor flinke schade. Ja, als tegen zit wel. Ja, daar gaan er nu al vallen. En ja, ze moeten eraf. Maar ja, waar doe je wijs aan? Plukken of niet? Want wordt het allemaal wel betaald? En willen de mensen het hebben, de afnemers? Daar heb je ook weer mee te maken. Hier ook. Voor mensen met roetdeeltjes op een auto is het eenvoudiger. Zij kunnen op kosten van Esso door de wasstraat. Ja, dus gisteren was natuurlijk een grote brand geweest. Heel veel auto's zitten onder de roetdeeltjes. En ja, Esso heeft gezegd, de mensen die langskomen met roetdeeltjes op hun auto, die kunnen bij jullie door de wasstraat. Dus dat zo gezegd, zo gedaan. Hoeveel roetauto's heb je al gehad vandaag? Nou, ik denk dat we nu vandaag al dik over de 100 auto's zitten die lang zijn geweest. Bovenop het normale aantal auto's wat we natuurlijk hebben. Dus. Laat mij zo snel mogelijk weg zijn. En ik was nu toch in de buurt, dus ik dacht, nou, ik ga er gelijk naartoe. Wat heeft u meegekregen van de brand? Dat het alarm afging, de NL-alert ging af, 2 keer. Dus ja, dat vonden wij wel prettig dan we gelijk de melding kregen dat we de ramen en deuren dicht moesten doen. Ja. Het is flink raak in de Botlek de laatste tijd, hè? Het is de laatste tijd flink raak, ja. Helaas wel. Erg gevaarlijk vind ik het. Hier ook weer, hier, kijk eens. Hier. Nou heeft Esso gezegd, we vergoeden de schade. Ja, maar wie gaat dit taxeren? Dat wordt ook weer een probleem. Ik heb dan rechtsbijstand, dus dan kunnen we die er altijd nog achter zetten. Maar ja, eerst maar afwachten. Misschien valt het mee, dan we gewoon verder kunnen plukken. Maar ja. Je wordt er wel eens een beetje moeiteloos van. De Rotterdamse Club V mag weer open. Volgens de bestuursrechter staat niet vast dat de reeks zedendelicten waar de club voor verantwoordelijk wordt gehouden zich in of vanuit Club V hebben voorgedaan. Super blij, super blij. We hebben een hele heftige maand achter de rug. Met heel veel media-aandacht. Hele turbulente tijd voor ons geweest. Flink de strijd aan moeten gaan. En we zijn super opgelucht dat vandaag het vonnis uitgesproken is dat we per direct weer open mogen. Dus daar zijn we heel blij mee. Burgemeester Abu Talib sloot de club voor 3 maanden nadat verschillende vrouwelijke bezoekers waren aangerand na een bezoek aan Club V. Ze zouden in de club mogelijk gedrogeerd zijn.
Maar de rechter zegt dat nog veel onduidelijk is en dat het politieonderzoek nog niet is afgerond. Club 4 verhoogt wel de leeftijd voor de bezoekers en voert een pasjesysteem in. Ik ben mans genoeg om te zeggen waar rook is, is vuur. Dus er zal links en rechts heus wel wat gebeurd zijn. Gelukkig is ook gebleken dat ons op dit front niks te verwijten valt. Maar ik begrijp wel dat er iets moest gebeuren. Al is het alleen maar om de publieke opinie of om de rust te bewaren. Alleen ja, voor ons is het gewoon heel erg belangrijk hoe nu verder. En ik heb morgen een gesprek met politie, horecataken, wijkagent. Om dingen door te bespreken van oké, we gaan weer open. Hoe gaan we verder? Eigenlijk zoals we al die jaren al goed samengewerkt hebben. Zaterdag opent Club 4 de deuren weer. Toevallig met de 3-maandelijkse Ladies Night Special. Geen saaie welkomstbijeenkomst in de aula, maar een klein feestje op het schoolplein De Pijler op de Kop van Zuid in Rotterdam. Tijdens een soort van modeshow werden de docenten aan de leerlingen voorgesteld. Die vakleerkrachtige gymnastiek. Komen ze in het echte enige pijlertenu. Meester Arno. En meester Mark. En meester Mark. Elk jaar opnieuw is het weer één grote verrassing wat allemaal collega's aan hebben. En hoe we dit jaar weer openen. En ja, dit is altijd gewoon een feestje om te beginnen. Iedereen, allemaal collega's zijn enthousiast. Kinderen zijn blij om ons te zien. Heel leuk om zo het jaar weer te openen. En nieuw op school, juf Annemarie. Juf Judith. En juf Stephanie. Nou. Dan zie je ook elke nieuwe juf. Dan leer je ze een beetje kennen. Leerjaren beelden uit wat ze dit jaar bijvoorbeeld gaan doen. Nou, groep 8 gaat op kamp, dus wij nemen rugzakken mee en slaapzakken en kussens. Maar tegelijkertijd leren ze bij de groepen 5 veel met breuken, dus kwamen ze allemaal gebroken op het podium. Ja. Wie heeft trouwens wel zin in het schooljaar? Doen we weer die? Oh, ik zie niet alle vingers. Zin in het schooljaar? Nou ja, ik vond de vakantie ook wel fijn eigenlijk. Wilke niet naar... Ja, ik heb er wel heel veel zin in. Dus. Waar kijk je vooral naar uit in groep 8? Heel erg naar kamp en naar de eindmusical. Dat vind ik wel echt heel leuk. Ja, en dat betekent dan ook gelijk dat dit het einde van het schooljaar is op de basisschool, hè? Ja, dat vind ik wel echt heel jammer, want de basisschool is wel echt de lievelingsschool die ik ooit heb gehad, zeg maar. Hartje zomer, maar op de Bentinklaan in Rotterdam-Blijdorp lijkt het wel herfst. De bladeren van de kastanjebomen zijn bruin en dat is de schuld van de kastanjemineermot. Hier zie je dat aangetaste blad, waar het precies tussen de nerven al dat bladmoes eigenlijk is opgegeten. En waar deze larfjes in zitten te eten. Dus ja, dat is de boosdoener. Heel klein, maar toch een groot gevolg, helaas. Want alle kastanjebomen in Rotterdam en daarbuiten verliezen vroegtijdig hun bladeren door deze mot. En er is geen kruid tegen gewassen. Als je goed kijkt, zie je ze vliegen hier tussen de struiken. Het enige wat een beetje helpt, is de bladeren goed opruimen, vooral bij plantsoenen. Dan kunnen de cocons zich niet in de aarde nestelen. Maar de boom gaat er niet aan dood. Dat is wel onderzocht. Conditie gaat misschien ietsje naar beneden, want het bladmoes heeft nodig voor het hele levensproces. Wat die boom nou eenmaal heeft om te groeien, wortels aan te maken, nieuw blad aan te maken. Dus daar zit wel een klein beetje een achteruitgang in. Ja, daar heeft hij groene bladeren voor nodig. Een geluk bij een ongeluk. Dit beestje heeft een eenzijdig dieet. Dat is het mooie van deze mot. Kastanje mineermot. Nou, de kastanje tast hij aan. En we hebben hem nog niet in andere bomen aangetroffen. En ik denk dat hij hier voldoende te eten heeft. En zich alleen maar richt op die kastanje. We hebben hem elders nooit gevonden. Nee. Kijk, deze sticker die hebben we destijds gebruikt. Die kon iedereen opplakken om de actie bekendheid te geven. Daar hadden we ook grote posters van. De mensen in het veld die ook aangaven waar de bomen moesten komen, waren allemaal herkenbaar aan, aan het t-shirt. Ja, ja, ja. De mannen van het Volksbos zijn het nu geworden. Ja. Vlaardingen, 12 december 1992. De bevolking komt in opstand tegen de aanleg van een vuilstort. Duizenden mensen planten op die plek een boom. Illegaal en met succes. 25 jaar later zijn de bomen groot gegroeid en is de actie wereldwijd gekopieerd.
Vanaf september krijgt het beroemde Volksbos een expositie in het Vlaardings Museum. En voor die tentoonstelling zoeken ze spullen van toen en mensen. Met name één iemand. Lottie Aalbrechts, die de eerste boom geplant heeft hier. En zij was toen 1 jaar oud, precies op de boomplantdag. Ja. Dus het meisje van de allereerste boom. Ja, en die zoeken wij, want het zou leuk zijn als zij ook naar de tentoonstelling kan komen. Misschien zelfs om het te openen. En vandaar dat we hopen dat iemand weet waar zij woont. Hebben jullie wat goeds gedaan voor Vlaardingen en omgeving, die 12 december 1992? Nou, ik weet wel zeker. En het is ook eigenlijk beter geworden. Het was heel erg in die tijd met de luchtvervuiling. Vlaardingen stinkt dat. Ja, zeker. Die berg die zou 30 jaar open blijven, die stort. Dus nu zou die nog steeds actief zijn. Dan zou daar een berg van 5 boven die bomen uit, een berg van giftig afval van 35 meter hoog komen. Een transportband vanaf de rivier, daar een emplacement van het spoor komen. Het zou weer een heksenketel van rotzooi zijn. En dat hebben we voorkomen. Kijk waar we nu staan. Kijk, dat hebben we gewonnen van Vlaardingen. De Nederlandse hockeymannen zijn de tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap in Amsterdam vernederd door België. Oranje verloor met 5-0. Nog nooit ging Nederland op een EK met zulke cijfers ten onder. 5-0 zijn veel tegendoelpunten. Ik denk dat het op een gegeven moment een beetje vertekend is, want we hebben de tweede helft zeker gedomineerd. We hadden misschien de score wat kleiner kunnen maken. 5 tegendoelpunten is te veel, klopt. In de uitvoering was het allemaal net niet scherp genoeg, voor mezelf ook niet. En dan merk je dat er ergens gewoon in de ploeg iets van onscherpte is gekomen. En dat was wel jammer, dus in die zin verwijt ik mezelf dat ik niet gescoord heb vandaag. Maar aan de andere kant is het ook een teamprestatie en hebben we het met z'n allen net niet scherp genoeg gedaan. We moeten winnen van Oostenrijk om de halve finale in ieder geval te halen. Er waren net ook al gasten van België die bij de handshake aan het einde zeiden van we komen hier nog wel tegen, laten we het hopen. Oostenrijk wacht woensdag inderdaad, weer een andere wedstrijd. Zij zullen hun huid ook duur verkopen, want ze kunnen eventueel nog een stapje maken. Maar wij moeten die wedstrijd winnen, staan we in de halve finale en dan begint eigenlijk het toernooi weer opnieuw. En dan hopelijk komen België dan pas in de finale tegen. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze online kanalen en op Radio Rijnmond, want Rijnmond is erbij. We betreuren ten zeerste dat er overlast is geweest voor de omwonenden. Vooral ook door het licht, het lawaai van de flare en de brand.